Goedendag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sabine's Cravings. Ik ben Sabine. Ik sta even de spaghetti te proeven. Vandaar dat ik mijn mond nog een beetje vol heb. We zijn net weer live gegaan en leuk dat jullie allemaal weer kijken. Ik ga vandaag een vegan recept maken. En dit doe ik ook omdat... sorry, Sophie is... Gaat lekker hè, Sophie? Ik hoor net mijn eigen intro weer leuk op dat muziekje, hè. Maar laten we maar even verder gaan. Ik ga dus een vegan recept maken. En dit doe ik omdat we deze maand is een beetje zo'n awareness vegan, veganistisch, vegetarische maand. En nou, dat is super leuk en een leuke uitdaging natuurlijk ook voor mij. Want ik ga een heel erg klassiek gerecht maken met, met helemaal geen dierlijke producten. Normaal is het dus met gehakt. Ik doe er ook nog parmezaanse kaas overheen en ik doe altijd, ga altijd voor de whole enchilada. Alles erop en eraan. Zelfs nog spek erin als dat lekker is. Maar we gaan nu dus alleen maar geen dierlijke producten gebruiken. En ik heb daar een paar vervangers voor. Ik heb hier linzen en champignons. Ik weet dat heel veel mensen champignons al in hun pasta bolognese doen. Maar dat doe ik normaal nooit. En nu gebruik ik het ook wel echt als een vleesvervanger. Samen met die linzen. Die linzen geven een beetje een wegige structuur. En heel veel mensen gebruiken dat dus helemaal als vleesvervanger. Maar dat vind ik dan weer te weeg. Dus ik mix het een beetje met de champignons. Die hebben nog een beetje die vleesige structuur. En samen brengt dat dus een hele mooie vleesvervanger tot stand. Dus ik zet mijn pan alvast aan. Dan gaan we alvast wat dingen bakken. Want dit is dus ook een heel erg snel recept. Beetje olie in de pan. Ik gebruik nu koolzaadolie. Je kan ook olijfolie gebruiken of zonnebloemolie. En ik doe het ook wel echt met met allemaal producten die je dus gewoon echt in de supermarkt kan kopen. Ik was vanochtend in de supermarkt ergens hier in de buurt en ik had nog nooit van de supermarktnaam zelfs al gehoord. En dat was ook weer helemaal nieuw. Maar dit kan je echt overal vinden dus. Dus je hoeft niet eens bij een bekende supermarkt te zijn. Dus een beetje olie in de pan. Ik laat de pan warm worden en dan ga ik eerst het uitje eventjes pakken. De spaghetti heb ik al eventjes gekookt. Die heb ik hier staan. Doe ik een klein beetje olie overheen. Komt die een beetje los. En let dus op dat je geen ei-spaghetti koopt. Als je vegan wil koken. Want dat is niet vegan. Hier een schep. Dan laat ik hem zo even in een pan zitten. Nou, wat leuk, Omi, dat je weer kijkt. En ik ben ook wel heel erg benieuwd of jullie wel vaker vegetarisch koken. En wat voor vleesvervanger je dan gebruikt. Misschien gebruik je helemaal geen vleesvervanger. Ik weet wel gewoon al goed zo zonder vlees. Zo, uitje even spruiten. Nou, wat je dan dus normaal erbij doet, is het gehakt. Tenminste, dat doe ik altijd. Maar in plaats van het gehakt... We hebben hier ook nog een knoflookteentje. In plaats van het gehakt gaan wij dus de champignons gebruiken en de linzen. En die champignons die geven dus een beetje die bite. En die snij ik niet te fijn. Ik snij die in stukjes. En tag ook de personen die dit gerecht moeten maken. Hè? Misschien ken je wel iemand die op zo'n vegan challenge is deze maand. Of een vegetarische challenge. En wie weet is dit recept heel erg handig voor diegene. Of heb je zelf een leuk recept. Kan je er ook allemaal onder zetten. Ondertussen hou ik mijn ui in de gaten. Zo. Dan doe ik alvast wat linzen in de pan. Ik doe niet alles erbij. Zoiets. Want we gebruiken natuurlijk en linzen en champignons.
En vegan betekent veganistisch. Dus als je veganistisch bent, dan is dit recept perfect. We gebruiken helemaal geen dierlijke producten. Dus ook geen roomboter. Let erop, hè, als je vegan wil eten. Zo. Nou, ik snijd dus wat champignons. Dan maken we gewoon die mix van die bites met die linzen. Ik vind linzen ook wel heel erg lekker. Ik had net om te testen, had ik alvast wat gebakken. Om een beetje uit te proberen. Maar van zichzelf hebben ze ook best wel een lekkere smaak. Dus dat is ook wel gewoon echt weer een goede toevoeging aan die spaghetti bolognese. En de spaghetti is nu ook veganistisch. Moet je er wel op letten dat je geen spaghetti koopt op basis van ei. Want dat is niet veganistisch. Zo, champignons gaan er ook bij. En een teentje knoflook. Net al eventjes fijn gesneden. Nou, dat is ook al een lekker mengseltje hoor, dit. Ik snij nog eventjes wat champignons erbij. Zo. Gewoon lekker grof in stukken. Champignons slinkt ook heel erg, hè. Maar je wilt het niet te fijn hebben. Want ik had het net ook eventjes geraspt. Maar dat vind ik dan weer eigenlijk net iets te fijn. Ik wil nog wel een beetje die bite hebben. En het voordeel van als je dus zo kookt, zo veganistisch, vind ik ook wel, voor mij is, ja, ik ben niet vegetarisch en ook niet veganistisch, maar soms ben ik wel een beetje bewust en wil ik bijvoorbeeld ook gewoon wat meer groente eten. En dit is dan ook echt een perfect recept daarvoor, want er zitten dus gewoon, eigenlijk zonder dat je het merkt, superveel groente in. Heb ik hier nog wat gedroogde Italiaanse kruiden? Daar doe ik wat van overheen. En dan heb ik hier wortel en bleekselderij. Die heb ik wel eventjes geraspt. Want ik wil dat die helemaal opgaan in de saus. Dus dat die echt een soort van smelten in de saus. Zo. En die bleekselderij, wortel, uitje, knoflook en tomaat. Dat is ook echt het klassieke recept voor tomatensaus of voor pasta bolognese, wat ik van mijn moeder heb geleerd. Dus dat gebruik ik hier ook weer bij. Zo. Zijn er nog vragen, Sophie? En hoe je de spaghetti niet laat overgaren. Nou, ik kook hem sowieso altijd 11 minuutjes. En dan, als ik bijvoorbeeld even moet wachten, dan kan je hem in een zeef doen en met koud water afspoelen. Dan stopt ook het kookproces. En dan doe je hem weer even in de pan, doe je er wat olie overheen. En dan is hij eigenlijk gewoon gestopt met garen ook. Dus gewoon met het ijskoud water afspoelen. Ook als ik hem niet gelijk gebruik. En anders kook ik hem 10 à 11 minuutjes. Dat hij echt nog heel erg al dente is. En als ik hem dan met de saus meng. Dan kan hij dus nog een beetje doorgaren in de saus. Zo. Nou, dit ruikt echt al heel erg lekker. Dan ga ik het een beetje kruiden met peper en zout natuurlijk.
wat zout. En dan heb ik hier nog een bouillonblokje en laurierblaadjes. Dus geur en smaak van die laurierblaadjes, het kan echt niet ontbreken bij een goede bolognese. Dat hoort er echt bij, vind ik dan. Dat is voor mij echt zo'n bekende smaak van de keuken van mijn moeder. Of geur eigenlijk. Dan heb ik hier nog wat tomatenblokjes, die doe ik er doorheen. En dit zijn linzen uit blik. Dus die zijn in principe al goed om te eten. Die zijn helemaal zacht, dus het zijn geen gedroogde linzen. Je kan ook gedroogde linzen gebruiken. Die moet je dan wel eerst eventjes weken. Dan kan je die ook gebruiken. Nou, dit ruikt dus ook gewoon echt als een bolognese hoor. Zo. Hier nog wat frito. En die gaat er ook doorheen. Ik maak ook altijd echt gewoon standaard te veel saus. Ik maak echt wel voor 7 personen saus. Maar dat is ook wel lekker, want dan kan je gewoon ook na een paar dagen nog heerlijk eten of gewoon invriezen. Dan heb je er extra lang profijt van. Ik zet het vuur iets zachter. Bouillonblokje erin. Gewoon groentebouillon. Zo. En natuurlijk die laurierblaadjes. Die meng ik er doorheen en dan laat ik het even zachtjes spruttelen. Zet het vuur uit? Nee, hij staat zachtjes. Waarom moet ik die laurierblaadjes erin? En die laurierblaadjes die geven echt die typische smaak af. Dus dat is wel voor mij dan een hele belangrijke smaakmaker. Ze gebruiken het in Italië en in de mediterrane keuken ook heel erg veel. En je gaat dat echt ruiken. Als je hem iets langer in de saus laat, die laurierblaadjes, gaat echt je hele huis er naar ruiken. En dan wordt het echt zo'n herkenbare geur. Dus die laat ik er eventjes in pruttelen. Ik ga heel even kijken in de koelkast of we wat barbecue saus hebben. Want barbecue saus kan een beetje dat rokige van, van die vleessmaak. Dus als je echt vleeseters aan tafel hebt, dan is het wel een hele leuke uitkomst. Dat je echt bijna niet meer proeft dat het dus vegetarisch is. Dus ik ga even kijken. Ja. Perfect. Ik heb hier een klein beetje smoky barbecue saus. En daar doe ik een klein beetje van in. Voor dus die rokerige smaak. Het begint al lekker te pruttelen. Het ruikt echt heel lekker. En je kan er ook natuurlijk gerookte paprika poeder bij doen. Ik doe het nu met barbecue saus. Heel lekker. Even kijken wat hier allemaal in zit. Hier zit denk ik ook tomatenpuree, mosterdzaad, karamel, rook natuurlijk. Nou, heel lekker. Ik kan er natuurlijk zelf ook een beetje mee spelen. Wat voor kruiden jij het liefste toevoegt om echt een beetje die rooksmaak te krijgen. Nou ja, niet te veel zou ik doen. Dan ga ik eventjes het bord opmaken. Ik heb hier nog wat gekrulde peterselie. Die vouw ik eventjes op en die snij ik. Bewaar een klein beetje voor de garnering. En ik doe een klein beetje door het saus. Nou.
keer een mooie schaal. En daar doe ik dan wat van die spaghetti in. Oh, dat gaat lekker. Wanneer gaan de linzen er al bij, dan bij, vraagt hij? En de linzen die gaan er dus bij in plaats van de gehakt. Dus op het moment wanneer je normaal gehakt zou doen, gaan nu de linzen erbij. En die heb ik meteen na het uitje al meegebakken. Dus ik doe wat spaghetti ook op een bord. En spaghetti zou ik nooit te veel koken. Maar je gaat geheid saus overhouden. Dus bewaar die saus ook lekker in de vriezer. Dan kan je er nog langer van genieten. Pak even een lepel. Oh, dankjewel, Sophie. En dan die saus eroverheen als echte bolognese. En nog wat van die peterselie. En dan ga ik natuurlijk eventjes lekker proeven. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie van dit filmpje vonden. Laat het hieronder weten als je het leuk vond. Deel en like het filmpje eventjes. En laat even weten wat je van het recept vond. En wat jullie van vegan, veganistische en vegetarische recepten vinden. Daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. En we zien jullie uiteraard morgen weer. Tot morgen. Bedankt voor het kijken.